Hallo lieve kreeft, leuk dat je weer kijkt. We zijn aanbeland bij week 41, 10 tot en met 16 oktober. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve kreeft, we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. Wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je bent bezig met een nieuwe basis te creëren. En het voelt meer alsof je bezig bent met een stevige basis. Dus een basis waarin je echt vaststaat, waarin dus eigenlijk bijna geen verschuiving meer mogelijk zijn. En het gaat niet helemaal, heb ik het idee, zoals jij het wilt. Dus het is nog wel even een pittige week of een pittige periode, wil ik eigenlijk zeggen. We gaan eens kijken, lieve kreeft, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan jij deze week verwachten? Ja, ik heb het gevoel dat het niet helemaal gaat zoals je wilt. Dus het is belangrijk dat je lief bent voor jezelf, dat je liefde geeft aan jezelf en dat je even alles omarmt wat wel goed gaat. Omarm jezelf, koester jezelf en geef troost aan jezelf. Wat kan jij verder nog verwachten, lieve kreeft? Het is belangrijk dat je zaken gaat loslaten. Ik heb het gevoel dat je te veel aan bepaalde zaken vasthoudt. En het is belangrijk om weer terug te gaan naar de eenvoud. En om echt je rust te pakken eigenlijk. En door die rust te pakken zie ik eigenlijk dat je stappen voorwaarts kan gaan. Maar ja, je houdt jezelf ook soms best wel tegen. Je bent bezig met een overgang. En ik heb het gevoel dat het niet helemaal lekker loopt. Dat het nu allemaal donker is en misschien wel veel discussies of ruzies. En er komt weer wat licht in de tunnel. Dus het voelt als een verademing. En er komen ook weer gelukkige positieve tijden voor jou aan. Nou, lieve kreeft, we gaan eens kijken welke boodschap ik jou verder nog mag meegeven voor aankomende week. Welke boodschap mag ik de kreeft meegeven? Als je je even niet goed voelt, doe maar even alsof. Gaat het niet zoals je wilt, doe maar alsof dat het wel zo gaat. Dat zorgt ervoor dat je in een positieve sfeer blijft en dat je het positief kan gaan omzetten. Lieve kreeft, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. 21 oktober begint de cursus orakelkaarten. Dus dan kan ik je leren hoe de kaarten werken. Wil je daar meer over weten? Check mijn Facebook of kijk op mijn website. En 22 oktober begint de demonstratieavond voor mediumschap. Dan maak ik contact voor het publiek met verschillende overleden dierbaren. Ben je daarin geïnteresseerd? Ook dat kan je vinden op Facebook en mijn website. Heel erg bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.